Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Joni de Vogel Smeenk. Joni, je bent van VAT-free. Yes. Wat doen jullie? Wij helpen reizigers om belastingvrij te winkelen in Nederland. Want iedereen die buiten de EU woont, die kan over al zijn aankopen dat ze gedaan hebben in Nederland de BTW terugvragen. En wij maken dat gemakkelijk met een app en begeleiden je door het proces heen, want dat kan nogal complex zijn. Als wij er niet aan te pas komen. Want ik heb die app van jullie dan gedownload. Ik heb bonnetjes, die scan ik dan in. Hoe zien die stappen eruit? Ja, het proces aan zich is, stel je voor je woont in Zwitserland. Je komt in Nederland, je winkelt bij de Bijenkorf. En dan kan je over alles wat je hebt uitgegeven in de Bijenkorf, mits het minstens 50 euro is, inclusief BTW. Dat is de landelijke vereiste. Kan je die bonnetjes bewaren. En voordat je terugvliegt naar Zwitserland, moet je langs een speciaal douaneloket op Schiphol Airport. Deze zit in vertrek al 3. Laat je je bonnen zien, je boardingpas, je paspoort. De douane controleert, hey, ben jij wel wie je zegt dat jij bent en neem je die spullen met je mee naar Zwitserland. Dan stempelt hij nog heel ouderwets met een inktstempeltje die bonnen af. En dan komen wij aan te pas, dan gebruik je de app, maak je foto's van die afgestempelde bonnetjes, die upload je. En wij gaan dan terug naar de Bijenkorf om dan eigenlijk de BTW terug te vragen en weer aan je terug te betalen. Klinkt als aan jullie kant ook als een arbeidsintensieve operatie. Ja, maar we hebben het redelijk doorgedigitaliseerd. En we hebben inmiddels contact met meer dan een platform met meer dan 55.000 winkels, waarbij je dit geregeld krijgt. En als je het één keer hebt doorlopen het proces, dan is het, het is eigenlijk best snel verdiend. Ja, want niet alle winkels doen mee. Terwijl mij heb je er eigenlijk wel recht op, toch? Gewoon als je maakt niet uit waar je toch iets koopt. Maar ja. Ben je dan afhankelijk van die winkelier? Ja, je bent afhankelijk van de winkelier. Dus in essentie is het zo, elk product wat de EU verlaat, kan tax-free. Als ik een product verscheep, hoef ik dat zonder belasting te doen. Maar als ik het verkoop aan iemand hier in Nederland en die neemt het dan met zich mee, dan betaalt hij in eerste instantie de BTW. En dan moet ik dus een handeling doen om die BTW niet meer aan de fiscus te betalen, maar weer terug te betalen aan de klant. En dat is verplicht in de wetgeving. Okay. En je kan dat dus als reiziger kan je ook niet bij de Belastingdienst terecht. Dus je hebt echt die medewerking van de winkelier nodig om het te verrekenen. En de meeste winkeliers doen helemaal niet moeilijk. Want ja, of ik het nou aan de fiscus geef of weer terug aan jou als winkelier zijn, dan zou dat niet zoveel moeten uitmaken. Maakt niet uit. Ja. Maar sommigen, denk aan een klein winkeltje ergens in Hengelo, die nog nooit een toerist of misschien één keer die denken, ja, weet je, die verkopen, dat heb ik al verkocht, moet ik dan achteraf ook nog eens een keer van alles nog wat doen? Dus dat is dan te veel gedoe. Dus jullie hebben een groot netwerk van bedrijven met wie jullie samenwerken, dus daardoor gaat het proces ook sneller? Daardoor gaat het proces sneller en het ziet ernaar uit dat de douane ook gaat digitaal valideren. Na 40 jaar. Dus dan is dat ook makkelijk, want dan kan je via die app gewoon het afscannen straks. Ja, ik heb het wel eens gedaan. Ja. Andersom, dat ik iets in Amerika geloof ik kocht en dat heb al laten afstempelen. In Amerika, ja. Ja, okay. Toen ik het mee terugnam. Ja. Ik vond wel best een hoop gedoe. Want het is niet alleen dat je... Ja. Jij zegt, dan moet je die foto's, dan moet je die dingen inscannen. Maar jullie hebben de originele volgens mij nodig. Ja. Van die bonnetjes om uiteindelijk dat te kunnen reclaimen. Ja. Dus daar blijft het niet bij. Want je moet daarna ook nog die originele aan jullie gaan opsturen, of niet? Ja. Alhoewel we nu net een nieuw product hebben gelanceerd. En die is live een aantal maanden. En dan zijn winkeliers eigenlijk met hun kassas gekoppeld aan ons platform. Waardoor wij eigenlijk gewoon niet meer die originele afgestempelde bon per se meer nodig hebben. Want de reden waarom je die originele afgestempelde bon normaliter zou insturen, is je wil voorkomen dat mensen twee keer dezelfde bon of twee keer eenzelfde aanvraag voor teruggave doen. Maar als je eenmaal vanuit de winkel zeker weet dat dat bonnetje uniek één keer binnenkomt, dan kan je die aftikken tegen het bonnetje wat afgestempeld is. Ja, en dan is die fraudemogelijkheid er eigenlijk niet meer. Ja. Dus met de digitalisering wordt dat allemaal ook wel, gaat het er allemaal en uit. En nog één ander ding, want je zei net in een tussenzinnetje, je moet wel die goederen fysiek bij je hebben op Schiphol. Je moet het echt bij je hebben. Dat is eigenlijk ook vreemd, want als ik, stel ik koop een televisie bij de Mediamarkt en die verstuur ik gelijk in een doos. Hoef je geen BTW te betalen in de winkel bij aankoop. Dus stel je voor je zou naar de Mediamarkt gaan en je koopt daar de televisie en vraagt aan de Mediamarkt om het te verschepen naar Zwitserland. Ja. Of naar het Caribische gebied. Dan hoef je daar ter plekke geen BTW te betalen. Want de Mediamarkt kan het direct tax-free verschepen. Oké. Okay, ja. Dus, dat is dus dan kom ik niet meer aan te pas, omdat je dan niet meer een teruggave handeling eigenlijk hebt. Oké. Okay. Ja. En er zijn ook wel websites die dat gewoon op die manier al direct faciliteren.
Maar ook daar ontbreekt er soms van kennis. Dus wij krijgen ook wel eens vragen van... Hey God, hoe moet het dan? Of dan heeft iemand dan toch die BTW betaald? Kunnen we dan toch niet helpen om dat dan terug te krijgen? Nu zijn het volgens mij... Weet de grote meerderheid van de mensen weet dit niet? Nee. Is het er lui voor? Heeft geen idee hoe het moet? Precies. Hoeveel geld gaat hier om? In potentie? Er blijft ongeveer 8 miljard euro aan BTW liggen per jaar in de EU. Dus dat is een serieus bedrag. Ja. Het is denk ik onze taak voornamelijk om het zo makkelijk mogelijk en zo inzichtelijk mogelijk het proces te maken. Nou, onze app helpt daar al heel erg bij. Maar het wordt nu de uitdaging om ervoor te zorgen dat eigenlijk al die douaneposten geharmoniseerd in een soort digitale validatieronde mee kunnen. Er zijn een aantal landen die dat al faciliteren. Frankrijk en Portugal en Spanje, die zijn nu allemaal digitaal aan het validaten. Dan wordt het al stukken makkelijker. Want dat scheelt gewoon wachtrijen op de airport. En het mooiste zou zijn, en dat is eigenlijk onze missie, is dat je gewoon met onze app in de winkel straks direct tax-free kunt afrekenen. En dat het proces eigenlijk dan al helemaal in gang is gezet. Dat je dus niet meer langs een douaneloket per se hoeft voor een stempel of iets dergelijks. Maar je moet natuurlijk wel willen controleren of iemand daadwerkelijk het land verlaat. Moeten ze dan nog een fotootje maken op Schiphol? In Ierland heb je bijvoorbeeld dat je tot een bedrag van 2000 euro wordt je gewoon niet meer gecontroleerd. Dat wordt gewoon op goed vertrouwen, zeggen ze, krijg je gewoon die BTW terug. En zodra iemand meer dan 2000 euro heeft uitgegeven, dan is het de moeite waard. Kijk, het kost ook een hoop geld om dat natuurlijk allemaal te moeten handhaven. Mag ik dit dus allemaal een compleet idioot systeem vinden? Het is ook een... Het is wel een systeem wat best ingewikkeld is. Nee, want laten we nog even niet voor jullie app. Maar wat je dan vervolgens eigenlijk moet doen in het land waar je heen gaat, is je invoeren. Bij aankomst moet je het invoeren en BTW betalen. Dat moet je sowieso, of je BTW terugvraagt of niet. Wat niemand doet. Dus het is een volstrekt... Dat is niet helemaal waar wat niemand doet. Maar je kan in heel veel landen tot een bepaald bedrag belastingvrij invoeren. Ja. Dus in Nederland kan je tot 460 euro belastingvrij invoeren, dus het loont om juist tax-free te kopen in het buitenland mee te nemen, dan het te bestellen online. Nee, good for you, want jullie hebben er een mooie business aan. Maar het is natuurlijk een volslagen idioot. Het zal misschien ook wel in de toekomst zo zijn, en dan praten we over 30, 40 jaar, wanneer producten een eigen leven krijgen. Dat veel geautomatiseerd ook gaat, dat je gewoon ook precies weet waar producten heen gaan. Ik weet niet of het helemaal AVG-proof is, maar het is, je verdient natuurlijk aan de import, je verdient niet aan de export. Alhoewel wij wel pleiten dat een toerist die geeft 6 keer zoveel uit als een local iemand in de winkel. En op het moment dat diegene tax-free kan winkelen, geeft hij voor elke euro 1,90 euro uit. Dus het is echt significant meer geld wat hij uitgeeft, doordat hij eigenlijk tax-free kan winkelen. Maar ook wel het gevoel waarschijnlijk, of niet? Als je winkelt met korting. Ja, je denkt dat. Ja, 21% korting. Ja. Dus als je het gewoon van tevoren weet, geef je ook meer uit. En dan worden we het weer met z'n allen weer beter van. Ja, nu richten jullie je vooral op toeristen van buiten de EU. Dus jij noemt Zwitserland als voorbeeld. Kan straks Engeland zomaar opeens. Het kan zomaar Engeland zijn. Of voor de harde Brexit gaan. Je weet het nooit. Geldt het ook als ik als Nederlander naar het buitenland ga en spullen meeneem die ik daar achterlaat? Ja. Dus dan kan ik ook jullie app gebruiken? Nee, want wij zitten nog niet buiten de EU. We richten al onze pijlen op de EU. Nergens is de BTW ook zo hoog als in de EU. Nee, maar even, ik koop wel iets in Nederland. Ja? De dag voordat ik naar Amerika vlieg. Ja? Ik neem spullen mee en die laat ik daar. Oh, dus dat je het als Nederland uitvoert, bedoel je? Ja, mag dat ook? Kijk, in essentie, wetgeving technisch gezien, mag dat. Maar we hebben in de EU zijn er allemaal regels, eigenlijk extra regels per land bepaald om te voorkomen dat hiermee gesjoemeld wordt. En een van die regels is dat je echt aantoonbaar moet bewijzen dat je buiten de EU woont. Dus je kan als Nederlander, we hebben best wel veel klanten die bijvoorbeeld een tweede huisje hebben in Curaçao of in Bonaire. En die zijn dan de helft van het jaar of iets langer dan de helft van het jaar in het buitenland. Nou, die kunnen aantoonbaar maken dat ze gewoon in het buitenland verblijven. En die kunnen daar gewoon dan dus die producten allemaal tax-free meenemen. Maar ze willen voorkomen dat je als Nederlander dan weer aan de andere kant dat product weer mee terugneemt. Ja. Dus om dat af te bakenen, zeggen ze, dat moet echt een niet-EU-reiziger zijn. Hey, waarom ben je dit gaan doen? Ja, dat was eigenlijk stom toeval dat ik hier ingerold ben. Mijn vader en mijn oom die hebben vroeger alweer 22 jaar geleden, denk ik, Booking.com opgericht. Samen met Geert-Jan Bruinsma. En dat was eigenlijk naar aanleiding van een faillissement daarvoor. Want ze hadden een e-mail-to-fax service bedacht. En wat ze uit gingen zetten in de ontwikkelingssamenwerking, dat flopte. En toen hebben ze gezegd, waar kunnen we dat product nog meer gaan gebruiken? En toen kwamen ze op het idee van, hey, die hotelindustrie, dat kent het hele internet nog niet, maar die werken nog wel met faxsystemen. Kunnen we daar niet voor gebruiken? Nou, het Booking.com verhaal is natuurlijk een groot succes.
Zeker. En, dat is het ondersteunend van de dag. Een van de grootste successen uit Nederland, toch? Ja. En, en omdat zij de helemaal aan het begin al meededen, waren ze redelijk snel er al... Ja, hadden ze een drag-and-drop, waren ze zo diluted eigenlijk dat ze er gewoon uit moesten. Maar toen verhuisde mijn oom naar Tanzania. Die zei, nou, nu ga ik gewoon met het geld wat ik heb gekregen, eigenlijk of heb verdiend, ga ik lekker in Tanzania zitten. En die kon als Nederlander, woonachtig in Tanzania, tax-free winkelen in Nederland. En die had wel wat money to spend. Ja. En dus die kocht hier dan allemaal gadgets en boeken en voor zijn kinderen, noem het dan maar op. Maar die ging dan op bezoek bij vrienden en familie in Amersfoort. En die had er ergens van gehoord, van het hele tax-free regeling. En die vroeg dat aan winkeliers en niemand snapte er iets van. En die zei, nou, we weten. Dus die liep tegen het probleem op van, ja, waarom weet ik dit niet? Hoe ik dit dan precies moet doen? En in Amersfoort heeft nog nooit iemand ervan gehoord. Als ik de binnenstad van Amsterdam inga, ja, dan zeggen mensen dan, oh, tax-free. Dan weten we wel ongeveer wat je moet doen. En die zei, ja, dat is eigenlijk heel gek dat dat nog allemaal papierwerk en gedoe is. En dat heeft ook een beetje een grijzige waas, die industrie. Alsof het niet helemaal kosher is of zo. Mm-hmm. Hij zegt, nou, dat moet gewoon, eigenlijk moet dat gewoon gedisrupt worden en in de techniek van vandaag worden gezet. Dus die kwam met het idee. En ik was aan het afstuderen, International Business and Languages. En die vroeg, god, wil je die industrie niet eens gaan verkennen of dat niet wat zou zijn? Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen kwam ik erachter dat er zo ontzettend veel mensen het eigenlijk niet weten. Maar dat het dus daarom ook zoveel kansen onbenut bleven. Ja, hoe lang geleden is dit? Dat je daarmee... Dit is in 2008. 2008. 10 jaar geleden. Ja, ben ik ermee helemaal mee in aanraking gekomen om dus te bedenken hoe kunnen we dit nou goed in de markt zetten. Oké, dat is best een tijd overheen gegaan. Ja. Hoe pak je dat dan vervolgens aan? Ja. Nou, ik was in het begin naar de fiscus gegaan. En toen... heb ik met de Belastingdienst eigenlijk overleg gepleegd. Toen zei ik, kunnen we dit allemaal niet makkelijker maken? Kan ik niet gewoon het met jullie rechtstreeks regelen? Want volgens mij is het vooral heel veel gedoe, omdat je terug moet naar die winkelier. En die winkelier moet dan ook meewerken. En er moeten allemaal bonnetjes heen en weer. Dus kunnen we niet gewoon afspreken dat ik gewoon zelf die winkelier word? Dus dan word ik een soort tussenwinkel. En dan regel ik het gewoon rechtstreeks met de fiscus, dat ik gewoon de BTW voor jullie krijg. Nou, dat was eigenlijk verder wel een goed verhaal, vonden ze. Dus daar had ik goedkeuring voor gekregen. Maar toen kwamen ze anderhalf jaar later, en toen zeiden ze, nou... Toch maar niet. Dus toch rumoer uit de markt. Dus die ruling die ik toen de tijd had, ja, die hebben we dan toch ingetrokken. Dus we moesten ineens binnen een aantal maanden echt weer met winkels gaan samenwerken. Ingewikkelder gaan doen. Heb je toen gedacht, ik stop ermee? Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat wel zo'n grote stap is. Ja, ik had ook al best wel wat cash al gebeurt in systemen en alles. Kijk, als je maar één betalende partij hebt, zoals de Belastingdienst, die altijd netjes... Cash gebeurt betekent geld uitgegeven, toch? Ja, echt geld uitgegeven en, aan systemen en aan mensen en aan procedures en inrichtingen. En op het moment dat je dan maar één betalende partij hebt, de Belastingdienst, die elke 3,5 week gewoon netjes geld overmaakt, ja, dan is dat gewoon heel mooi. En dat is dat ook heel sustainable. Dus je kan gewoon daarop doorgroeien. Maar op het moment dat je dan terug moet naar winkeliers, dan heb je ineens te maken met duizenden partijen met wie je dealt. Waarvan de ene een betaaltermijn heeft van 60 dagen en de ander dat je binnen een paar dagen het overmaakt. Dus dan moet je het wordt dan zo complex eigenlijk aan de achterkant om aan de voorkant nog steeds een hele goede service te kunnen blijven geven aan reizigers. En het niet nog complexer te maken dan eigenlijk die hele procedure in eerste instantie al klinkt. Maar goed, toch doorgezet? Toch doorgezet. En waar sta je nu? En nu zitten we dus inmiddels met een platform met meer dan 55.000 winkels. Ja. Met wie we gewoon heel fijn samenwerken. Die winkels zijn niet je gebruikers? Nee, nou, we hebben meer dan 100.000 reizigers die we ook helpen. En dit is onze database compleet. En we hebben een groot deel daarvan, zo'n 24.000 die echt recurrent zijn. Ja. Dus die elk jaar terugkomen. En we krijgen van reizigers of van winkeliers rechtstreeks elk jaar toeristen die we niet kennen. Dus een hele nieuwe flow aan mensen en aangewas die eens in de 10 jaar misschien de gebruik En waar verdienen jullie je geld? Ik neem aan een percentage per bon. Per bon. Ja, wij verdienen 30% van de BTW per bon aantal. Ja. Met een minimum van 2,5 euro en een maximum van 30 euro. Of van 80 euro moet ik zeggen. Dus wel gekapt op een maximum? Ja, en wel gekapt op een maximum. Ja. Ja. De Europese wetgeving is complex en verschilt per land. Ja, klopt. Maakt het dat voor jullie heel lastig is om Europees te opereren? Want ja. Je bent in eerste instantie nu Nederlands. Ja.
Hoe ingewikkeld is dat? Als je, nou, als, bijvoorbeeld... Of wil je internationaliseren? Ja, zeker. Nee, we willen Europees gaan eigenlijk. Want veel van de toeristen die we bedienen die en helpen... Ja, die komen ook in die zitten in andere... Ja, die doen dan 3 of 4 verschillende landen. Dat klopt, hè? Dat het per land eigenlijk anders werkt. Ja. En de complexiteit... Nou, dat is dan nog niet eens complex. Ja. Hè? Of de ene 24 of 25% BTW in rekening brengt of 21%. Het ligt redelijk tussen de 20% en 25%. Ja. De complexiteit zit hem er meer in dat je gewoon in sommige landen heb je een speciaal formulier nodig. En dan stempelen ze dat formulier af. En dan dus niet de aankoopbon. En in andere landen bijvoorbeeld moet je dan als retailer... mag je alleen maar die BTW terugbetalen als je echt de originele stukken hebt. Ja. Dus bijvoorbeeld in Duitsland. Dus, dus het is dan best lastig als je dan... dan moet je gelijk voor massa-aantallen gaan... Wil je dat kunnen inrichten en wil het ook betaalbaar blijven? Nou, we gaan het toch even goed doen? Ja, we gaan het toch even goed doen, maar we gaan het eigenlijk alleen maar doen. Duitsland is bijvoorbeeld echt een land wat later eraan te pas komt. Nadat we echt met de fiscus daar digitaliseringsafspraken over hebben kunnen maken. Want het kan gewoon anders ook niet echt uit. Als je bedenkt dat in Duitsland heb je bijvoorbeeld geen drempel. Dan kan je eigenlijk over alles je BTW terugvragen. Nou, als je dan voor een tientje aan de slag moet... dan kan het niet uit om dan bonnen aangetekend te gaan opsturen naar winkeliers. Nee. Dus dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Dus, maar andere landen die zijn al wel weer heel veel verder in de digitaliseringsslag. Zoals bijvoorbeeld Frankrijk en nu ook Italië is nu ook goed bezig. Dus dan, is het, dan leent het zich eerder om in dat soort landen eigenlijk door te pakken. En jullie makken, althans makken is het niet, maar het is namelijk ook je kracht. Hè? Je hebt al die relaties met al die partijen, dus dat is heel arbeidsintensief. Dat heb je allemaal moeten doen. Maar de kracht ervan is, er is niet zomaar een partij die dat ook kan gaan doen. Nee, er zijn heel veel partijen die beginnen. Ik heb al redelijk wel wat gekend, maar die dan toch na een jaar of 2 jaar stoppen. En dat komt eigenlijk omdat het gewoon... je moet heel erg in die wetgeving ook gaan zitten... om te weten wat je wel en niet kan. Dus het pragmatische versus de complexiteit van de procedures... aan de achterkant, dat is best een moeilijke balans. Daarnaast zijn er 2 partijen die in de markt ook heel erg groot al zijn. En die zitten ook op airports met een hele grote servicebalie. Dus die vangen ook een hoop af. Die vangen het af. Ja, die vangen ook een hoop af. En die betalen ook gelijk in cash... krijg je wel maar de helft terug, maar ja, voor veel reizigers denk je van ja... Meer dan niks. Ik heb in ieder geval wat terug. Maar goed, hoe kijk jij naar die concurrenten dan? Waar willen jullie het verschil maken? Dus wij willen echt het verschil maken op de mobiele kant. Dus we willen echt gewoon voor die wat meer tech-savvy doelgroep... die gewoon snel, makkelijk met zijn mobiel het wil gaan regelen... voor die doelgroep zijn we bezig. En die gewoon op 1 punt ook alles willen regelen. En die ook niet van tevoren, wel niet cash, wel, weet je, die het ook prima vinden als je het gewoon overmaakt naar je Alipay of je WeChat of naar je creditcard. En dat vooral gemak heeft en kent. Ja. Ja, wat wil ik nou vragen? Oh ja, Johan Schaap die vraagt op Twitter, heb je ook last van de BTW-wijzigingen zoals die in Nederland volgend jaar? Is dat... Ja, van 6 naar 9% BTW. Ja, is dat, dat is in ons... Nee, dat maakt op zich niet uit of iemand nou 10 euro... Het is een ander... Dat is één aan de achterkant. Ergens. Het is voor reizigers fijner, omdat ze dus over meer producten... Meer terugkrijgen. Ja, zo kun je het ook beschouwen. Ja, en ook, daar ook eerder misschien voor een aanmerking komen. Kijk, als jij ergens een tientje hebt uitgegeven, 6% BTW... Dan betaal je ons 3 euro. Of dat, dan, of dat je dan 9% BTW is, nog steeds een tientje wat je dan een BTW. Ja, hoe 10 jaar geleden ontstond dat idee? Dan wil je zo'n bedrijf gaan opzetten. Je zei, dat kost ook gewoon heel veel geld. Want ja. Hoe heb je dat gedaan? Heeft jouw familie, want je vertelde je vader, je oom, Booking.com aan de wieg gestaan. Hebben zij geïnvesteerd of heb je investeerders gezocht? Nee, zij hebben geïnvesteerd. Ze hebben in eerste instantie het startkapitaal geïnvesteerd. Ja. En ik zelf. Ja. En we hebben het eigenlijk allemaal bootstrappend gedaan. We hebben nog wel een keer een banklening gehad. Maar verder ook geen financiers, investeerders? Nee. Ja. Dus zijn we onszelf nu pas voor het eerst aan het opmaken voor een Series A ronde. En de reden daarvan is omdat we nog niet helemaal het haakje hadden gevonden om het helemaal scalable te krijgen. Je wil natuurlijk gewoon dat als je eenmaal een bak geld erin stopt,
dat je dan ook exponentieel kan groeien. Mm-hmm. En voorheen was dat nog best van, oh ja, elk bonnetje. Dus hoe meer bonnen we kregen, hoe meer mensen erbij moesten om het dan te doen. Ja, wat is dan de sleutel, die integratie met die kassasystemen bij die winkeliers? Ja, de integratie met de kassasystemen en de app, dat mensen, dat reizigers zelf in staat zijn om een stukje van die handeling ook te doen. Ja. Ja. Maar vooral die kassasysteemintegraties maakt het natuurlijk ook gewoon dat je er geen omkijken meer naar hebt. En dat je dus kosten laag kan houden en marges interessant kan houden. Ja. Ja. Hey, en als je dan kijkt naar jullie ambities, als, ik vertelde jou voor de uitzending dat we mensen ook wel eens na 2 jaar weer uitnodigen. Hè? Dan kom je vertellen hoe het is gegaan. Ja. Ja. We nodigen jou over 2 jaar uit. Waar zijn we dan? Over 2 jaar, nou, over 24 maanden hebben wij een fundingronde gehad. Ja. En zijn we in 5 landen actief. Hoeveel geld heb je nodig? Tussen de 1 en de 2 miljoen euro gaan we nu voor. Ja? Ja. Om in 5 landen om in 5 landen echt gewoon goed te staan. Ja. En maken ons op om heel de EU aan te gaan pakken. Dus we willen binnen nu en 5 jaar willen we in heel de EU actief zijn. En vanaf 5 jaar in heel de wereld. Dat is ambitieus. Dat is ambitieus. Maar 5 jaar is EU. Terwijl ik denk... dan toch, waar we het net al heel even over hadden. Die procedures zijn allemaal zo verschrikkelijk verschillend per land. Ja, ga je dat redden? De complexiteit zit hem meer in de detail, maar niet zozeer in de algemene regeling. Er is gewoon een 1 EU-regeling. Ja. En daar val je dan onder. Nee, voor de EU wel, maar als je zegt wereldwijd. Ja, er zijn natuurlijk wereldwijd is een ander verhaal. Dus dat is pas na 5 jaar. Duizend en één landen met... die kopiëren gek genoeg ook wel heel veel. Ja, die kopiëren toch wel heel erg veel. Die kijken naar de EU en die kopiëren wat hier eigenlijk werkt. En het goede is dat er in elk land dat er BTW is, er ook gewoon al partijen bezig zijn. Dus je kan heel snel... op een gegeven moment wel schalen op het gebied van dat je kopieert wat de ander natuurlijk in dat land doet. En het dan alleen maar mobile trekt. Ja. Hey, ik vind het totaal geen sexy onderwerp. BTW terugvragen. Nee. Wat vind jij hier zo leuk aan? Ja, het is toch geld. Ja, geld is dan een heel sexy onderwerp. Is dat de drive, ondernemen? Nou, het is meer pionieren. Eigenlijk gewoon... wat mij heel erg drijft is het oplossen van de complexiteit. En het vertalen naar een simpele service. Dus ik haal heel veel energie uit het gemak erin krijgen en het stukje ook oplossen. Gewoon op 1 punt dingen regelen. Het scheelt je zoveel tijd, het scheelt je veel frustratie, het scheelt retailers een hoop gedoe. Als wij dat stukje zouden kunnen betekenen, dan hebben we toch wat minder frustratie in de wereld als het ware. Ja, je zei de concurrenten van je staan op Schiphol met hun borden, zeg maar. Ja. Hoe vinden jullie je klanten? Want aan de ene kant, je zou tegelijkertijd kunnen zeggen, jullie hebben het eigenlijk heel erg makkelijk, want je doet, je handelt in gevonden geld. Ja, precies. He, dus de klanten komen fluiten naar je toe, zeg maar. Ja, Hoe vinden jullie je nieuwe klanten? We werken veel intensief met retail partners. Dus die vanuit de winkel vertellen ze dan, je kan je BTW terugvragen via VAT Free. Dat kan voor hun natuurlijk ook een verkoopargument zijn. Voor hun is het een verkoopargument, salesargument eigenlijk, om ook meer te verkopen. En we hebben een grote groep vaste klanten eigenlijk. Dus we mikken ons ook echt met directe communicatie op die frequent traveler. Denk aan stewardessen van airlines, buitenlandse airlines, die hier gewoon regelmatig zijn. We proberen ook veel meer nu online marketing in te gaan zetten. Maar we zijn nog wel een beetje zoekende met wat nou het juiste trucje is eigenlijk om veel bereik te krijgen, maar ook het verhaal te kunnen vertellen. Zo hebben we een tijdje op de boarding passes ook van KLM gestaan. En dan weet je wel, dan denk je van mensen lezen over 7 money als je gaat winkelen. Maar je ziet toch dat je moet ergens een verhaal kunnen vertellen. Dus meer interviews of storytelling in het algemeen. Dat een manier is voor mensen om ook gewoon het product echt te leren kennen, de service. Ja. Nou, misschien draagt dit nog wat bij. Ja. Dan gaan we je denk ik over 2 jaar weer uitnodigen. Ja. Eens kijken of je... Ja. Kijken of ik er dan... in 5 landen live ben. Ja. Dat weet ik haast wel zeker. Oké. Okay. Ja. Nou, heel mooi. Zijn nu echt België ook in aan het gaan. En Engeland is natuurlijk een interessante. Dus je zit echt met spanning te wachten op die Brexit. Yeah. Ja, nou, kijk, het opent natuurlijk aan 2 kanten de mogelijkheid. Dat je de Nederlanders kan helpen in... Engeland. En dat je natuurlijk de Engelsen, dat is een best grote stroom. Ja. Maar ik moet het natuurlijk niet hebben van degene die natuurlijk hier de wallen op gaan. Ik moet het hebben natuurlijk van de mensen die echt wel wat geld uitgeven. Ja. Ja. Oké, super bedankt. En we houden het zelf in de gaten.
Ja, we hebben er niet zoveel aan. Want... Nee, maar wat, wel, als je gaat Engeland. Meteen... Ja, ja, dan ga je dan winkelen. Dan dat is de vraag. Ga je dan winkelen in Engeland? Ja, dat is nou, natuurlijk ook wel weer. Dat is ook weer de vraag. Ook de vraag. Nou ja, als ik nu dit weekend naar Engeland ga en ik platen kopen, dan denk ik, ja, in de toekomst kan ik dan toch... Kan je beter weer terug? Ja. Kijk, toch anders naar de uitgaven al meteen. Ja, precies. Oké, dankjewel. Veel succes. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken, zoals altijd, we hebben drie bierdrinkende personen aan tafel dit keer. We bedanken zoals altijd Bier & Co. Heb je een lekker biertje gekregen? Heerlijk biertje, ja. Maar het kon wel minder. Het kon wel minder, oké. Dat is voor de Groningers onder ons, want daar komt dit bier vandaan. Die even is lekker, hè? Heerlijk, een Duits biertje. Ja. En de vaste kijkers weten, we zeggen het ook als ze het niet lekker vinden. Vooral dus vooral, dat is jouw rol. Ik denk aan de sponsor, jij aan jezelf. Ja, zo is het. En natuurlijk bedanken we verder Jetstream uit Groningen voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de wekelijkse gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct praten we met nog een gast. Kijk je on demand, dan kun je die uitzending natuurlijk ook daar terugzien. Dankjewel. Dag.